Ik mis je. Aan het einde van mijn zin, tussen mijn regels. Op die moment dat ik even opkijk vanuit mijn verhaal. Ik heb niet stilgezeten toen we niet meer de vloer op mochten. Ik schreef me rot van vroeg in de ochtend tot laat in de avond. Dat is wat een kunstenaar zoals ik doe. De pen pakken als de wereld in brand staat. Als een hart breekt. Als er code rood wordt afgegeven. Als alles opeens stilstaat. Dan pakken de barden, de griotten, de troubadours, de woordkunstenaars, de schilders, de dansers, de spelers, de zangers hun instrument op. Om de wereld opnieuw te duiden. Wekenlang schreef ik over de veranderende wereld, vergezeld door de woorden van mijn grote idool Nina Simone. How can you be an artist and not reflect the times? Schreef ik het leven in een nieuwe vorm. In woorden vangen en tegen het licht houden. Ik las gedichten voor op de radio. Ik deelde mijn werk via Insta Live. Ik stond in lege zalen voor grote lenzen op te treden. Maar nergens vond ik jou. Ik was er niet bij toen je mijn woorden ontving. Toen ik je mijn verhaal vertelde. Mijn odes heb ik je niet direct kunnen toezingen. Hoe ontvang je mijn woorden? Mijn stiltes. Waar moet ik mijn handen laten? Hoe raak ik op dreef zonder jouw uitstraling? Jouw aanmoediging, wie reflecteert het licht waar ik in sta? Aan wie vertel ik? Voor wie? Wat is een performance zonder publiek? En wie ben ik als ik niet weet wie er naar mij luistert? Soms doe ik net alsof je er bent. Alsof de stoelen niet leeg zijn. Dan voel ik je ogen op me rusten. En dan leg ik mijn verlangen om door jou gehoord te worden in je schoot. Rust ik mijn ogen op de kruin van je hoofd, omdat ik anders lees ik te veel in jouw blik, dan raak ik afgeleid. Soms huil je. Soms lach je op onverwachte momenten, soms herschrijf ik mijn verhaal naar aanleiding van jouw mimiek, van wat je me achteraf teruggeeft, soms komt een stukje van jou terecht in mijn verhaal. Toen ik laatst aan het optreden was, voor een scherm in mijn huiskamer, zag ik jou plat op beeld. En mij overviel de behoefte, het verlangen om je te spreken. Om even mijn arm naar je uit te strekken. Ik kon door de pixels niet zien of je op je lip beet of je adem even inhield. Ik kon je ogen niet lezen, want het beeld was vertraagd. Jij was vertraagd. Mijn woorden landen pas anderhalf seconde later op jou. Komen ze dan nog wel aan? Het was prachtig om de laatste maanden te zien waar kunst kruipt als de deuren van de musea zich sluiten. Wat er gebeurt met cultuur als de lichten en de theaters uitblijven. Het leek in velen van ons een groot vuur aan te wakkeren. We dansten, we zongen, schilderden, speelden alsof ons leven ervan afhing. Binnen de ruimte die we nog hadden. Binnen de beperkingen kronkelden we sierlijk, we bewogen soepeler dan ooit. We speelden trompet vanaf het balkon, speelden voorstellingen in je huiskamer. We zongen droevig mooie liedjes voor het raam van het verzorgingstehuis. Nog nooit lazen we zoveel gedichten op de radio. Kunst deed precies wat het moet doen. Het leven draaglijker maken. Duiden, kruipen waar het maar kan gaan. Met verbeelding kom je een heel eind. En nu staan we voor een nieuwe uitdaging. Want we mogen weer een beetje. Een beetje optreden, een beetje theater, een beetje muziek, dans, een beetje kunst, een beetje cultuur. Met de remmer een beetje op. Een nieuwe uitdaging, net als elke nieuwe liefde, elke nieuwe relatie een uitdaging is. Laten we doen alsof we een nieuwe liefde ontmoeten. Weer opnieuw elkaar lief hebben, onze relatie verversen. Hoe gaan we elkaar nu beminnen? Hoe gaan we het aanpakken? Op meer afstand, maar niet afstandelijker. Ons op andere manieren naar elkaar toe bewegen. Blijven raken, zonder aanraken. Een nieuwe intimiteit moeten we gaan vormgeven. Nieuwe vormen, nieuwe ontmoetingen. Die vragen om nieuwe bewegingen, nieuwe taal, nieuwe verbeeldingen. Een nieuwe dans. Intiem worden zonder dichterbij te komen. Van beperkingen, bewegingen maken. Ik mis je niet meer,
want ik verbeeld me dat je er zit. Misschien ben je alleen. Misschien zit er nog een handvol mensen. Misschien stroomt de zaal weer vol. Jij bent het begin van een nieuwe horizon. Ik speel voor jou. Ik dans voor jou. Met jou. Samen op zoek naar hoe we elkaar weer opnieuw gaan ontmoeten. En als je denkt dat kunst zich laat beperken, dan snap je het niet. Snap je? We schrijven steeds nieuwe verhalen. We verbeelden de verbeelding altijd in beweging.